een nieuwe vlog van Boetje Björn. Mijn naam is Björn Verkoppen, dus alias Boetje Björn. Ik had ineens een leuk idee. Ik denk, joh, weet je wat ik eens een keertje ga doen? Ik ga dus eventjes ergens anders kijken hoe de slagerijen eruit zien. Dus wat ga ik doen? Ik ga je meenemen naar... Verrassing, dat zie je zo meteen. Een ander land in ieder geval, een eiland. Ik sta nu op Schiphol, dat zou je waarschijnlijk wel gezien hebben. Dus ik ga je meenemen naar een ander land en dan ga ik... Ik weet helemaal niet waar er een slagerij zit of weet ik wat, maar ik wil je gewoon meenemen naar de reis, naar die slagerij toe. Ik wil die slager daar gaan interviewen. Ik wil er gewoon een leuk verhaal van maken. En ik ben benieuwd of dat wat wordt. Dus we stappen zo lekker het vliegtuigje in. En dan, ik denk dat dit wel heel leuk gaat worden. Dus kom maar mee, gaan we samen op reis. Boetje on tour, ready for take-off. We gaan eens even kijken hoe dit werkt hier zo. Nou ja joh, en 10 uurtjes vliegen en dan zijn we geïnst. Dus ik ga lekker even... En dames en heren, de verlichting van de bordjes storing vast zal zo meteen worden uitgedaan. Wij raden u echt aan de storing gesloten te houden, zolang u in de stoel zit. En mocht u later in de lucht willen gaan slapen, de bezoeker kunt de storing over het deken vast te maken, zodat wij niet hoeven te wekken in geval van... Yes, yes, we zijn er. 10 uurtjes lang in een vliegtuigje. En waar zijn we nou? Curaçao. Haha, lekker joh. Wat denk je? Het regent. Ha, ook leuk. Maar dat voorspellen ze niet voor de hele week, dus het zal wel goed komen. We gaan eventjes een autootje scoren. Dus op Curaçao. En we gaan even kijken natuurlijk voor een collega, een slagertje. Dus wordt leuk. Maar eerst even een auto regelen, jongens. Kom op. Dus. Ja, nou. Wat gebeurt er? Oh, ik wil het helemaal niet. Wij worden opgehaald om naar de car rental te gaan. Hele aardige gozer. Okay, daar komt, daar het komt. Ja, ach, ja. Jezus. Nou, laten we even kijken. Kijk. Wat gebeurt is niet alleen in dat. Nou, dat gebeurt dus niet alleen in bij ons. Dan een klote weer, jongens. Ga gauw zitten. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Ja, tuurlijk. Het was voor een paar minuten. Ik was aan het beten. Het was voor flauw, vijf minuten. Ja? Daarna ik was uit. Ja, we hebben ze geklemd. Oh. Was lijkt wielen. Oh. Dan moet je nou gas geven. Ja, nou gas geven. Gas geven. Nee, nee. Nou ja, joh. Dus dat maak je ook gewoon mee. Maar we gaan nu naar, de car rental. En dan hebben we zo meteen eigen auto. Je hoeft niet het zo te doen. Oh, nee, ik hoef niet de hele tijd zo te doen. Sorry. Bon dia. Bon dia, goedemorgen. Zo, we zitten nu een paar dagen op dat mooie eiland Curaçao. Altijd lekker weer, 28 graden, lekker zonnetje. We hebben een auto gefixt. En we gaan even checken voor een slager. Daar heb ik hier en daar al een beetje informatie in gewonnen. Dat gaat geloof ik niet helemaal meevallen. Want niemand weet hier te vertellen waar er een slager zit. Alleen de supermarkt. Daar gaan we natuurlijk niet naartoe. Dus, morning. Dus we gaan even checken. Bon dia. Bon dia. Van Koppen, 250. Yes. Vraagje. Weet u waar er een slager zit hier op het eiland? Een slager waar ze vlees verkopen? Supermarkt. Alleen supermarkt, hè? Ik hoorde net daar ook al. Ja. Hè? Ik denk, ik ga dus even bij een paar slagers op bezoek. Maar die zijn er niet, joh. Dan moet ik naar een supermarkt. Nou ja. Hey, okay. Adios, we zien elkaar. Yo, hoi. Ik denk, ik ga een hele mooie vlog maken. Gaan we slagers opzoeken hier zo op het eiland. Dit is een godverdomme niet eens. Als ik in dubio, zal ik dan nog naar de supermarkt gaan? Ja, denk ik niet, want ik vind dat helemaal waardeloos.
kwaliteit is waardeloos. Ik denk ook niet dat je het moet laten zien. Tenminste, dat moet je ook niet midden laten zien. Nee. Dus dan houdt het denk ik een beetje op hier, Björn. Er gaat niks boven het ambacht. Ja. Het ambacht van de slager zelf. De liefde die ze in het product stoppen. De pure. Dat is waar het om gaat. Dat is in Nederland ook zo. Zou het dus leuk zijn overigens als je gewoon bij je slager naar binnen stapt en je vraagt aan de slager. Slager, wat vind jij nou het lekkerste stukje vlees? Dan krijg je gelijk een mooi verhaal. En dat is waar het om gaat, dat persoonlijke. Zeker in een tijd waar het eigenlijk steeds onpersoonlijker wordt. We vinden het tegenwoordig ook moeilijk om op straat goeiedag tegen elkaar te zeggen. Hè, wat is het dan mooi is om bij een ambachtelijke winkel naar binnen te gaan waar je nog netjes begroet wordt. Goedemorgen mevrouw, goedemorgen meneer. Heb je een leuke vakantie gehad? Ja, lekker joh. Was leuk op Curaçao. Alleen jammer dat er geen slagers waren. Nee, maar het gaat toch om het persoonlijke. En dat zal altijd blijven. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook met een business bezig nu om online te gaan verkopen. We hebben de webshop al. Het is meer regionaal, maar we gaan het ook landelijk oppakken. Maar wel met een persoonlijke touch. Want dat is hetgeen wat altijd zal blijven, dat is de basis. Maar wat gaan we nu doen? We gaan nu lekker naar een strandje toe. Dan ga ik weer eens even verder met chillen en nadenken hoe we alles in het vat gaan gieten. Ja, want ook als je op vakantie bent, dan blijf je bezig met je winkel thuis, je winkels. En waar liggen de mogelijkheden, waar liggen de kansen? Waar zitten de bedreigingen? Waar je ook ter wereld bent, dat laat je toch nooit los en dat geeft ook niet. Ik noem het een soort thinking time. En dan doe je het beste als je zelf chill bent. Dan heb je ook de beste ideeën, de mooiste ideeën. Daarom is een vakantie ook lekker. Het is ook weer lekker om naar huis te gaan om weer lekker een volle bak er tegenaan te knallen. Gas geven. Hoppa. Nou, dat halve eiland in de ronde gekroost. Je komt niet verder als een supermarkt. Ja. Ja, wat moet ik er eens van zeggen, joh? Ik word er niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen. Ik denk, misschien zie ik nog wel een slagertje of zo, is die er ook in zo'n supermarkt staat. Dat koop ik nog wel. Allemaal niks. Dus ben ik bang dat ik toch teleur moet gaan stellen. Dus ik kors nou weer lekker naar mijn hotelletje toe. Naar het appartementje. En ik vond het wel jammer. Ik had wel hoge verwachtingen van. Ik had wel het idee dat we wel slagen tegen zouden komen. Het had wel leuke televisie geweest. Leuk voor de vlog. Dus we gaan wel verder kijken. Hoi hoi. Zo, daar zijn we dan. De laatste dag is aangebroken om naar huis te gaan voor de vakantie. Super dik gehad, super leuk. Eenmaal. Ik vind het jammer hoe dat gegaan is met de slagerij. Ik had echt wel leuke verwachtingen van om leuk bij slagers wat te gaan filmen. Dat lijkt me sowieso wel leuk. Zeker in andere landen. Jammer dat het er niet helemaal van gekomen is. Ik heb nog een beetje wat het eiland kunnen laten zien. Ik heb nog wat dingen kunnen vertellen, dat is ook leuk. Op vakantie is het natuurlijk super relaxed altijd. Je kunt altijd lekker nadenken over je business toestanden, wat er allemaal gaande is. Eén positief ding van teruggaan van vakantie is dat ik wel lekker naar mijn eigen vleesjes kan gaan. En zeker mijn eigen geelworst. Er gaat niks boven die lekkere warme geelworst net uit de oven. Ah, lekker joh. Dus kijk er alweer naar uit om er lekker een hapje van te nemen. Overigens heb ik wel een beetje navraag gedaan over de slagerij, hoe dat hier nou precies zit. En eigenlijk is het nog wel vrij logisch dat ze geen slagers hebben. Waarom? Ze hebben hier gewoon geen vers vlees. Ze hebben hier gewoon geen varkens lopen niet, koeien lopen niet. Dus alles wordt eigenlijk geïmporteerd. Hoofdzakelijk hier uit Zuid-Amerika. Het is wel een groothandel voor de horeca, dat wel. Ja, voor de rest komt het allemaal in containers binnen. Dus ja, ik denk dat gelijk ook al wat een en ander verklaart. Dus dat. Nou ja, goed, ik ga het afsluiten, ga mijn koffertje pakken. En dan zien we elkaar weer in Nederland. Yes, later, hoi. En nog bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren.
Hoi, hoi. Maar nogmaals, super bedankt allemaal. En we gaan doorknallen. Er gaan nog echt hele vette dingen aankomen. Ik heb hier echt mega leuke dingen in mijn hoofd. Daar was ik in Nederland al mee bezig. En daar ga ik echt mee verder. Ik wil nog niet helemaal zeggen wat het gaat zijn. Maar hou social media in de gaten. Dan wordt dat binnenkort denk ik wel duidelijk. Is dat? Dat wou ik toch nog even kwijt. Dus adios. Later.